deze nieuwe video. Vandaag ga ik echt een heleboel nieuwe make-up testen. Volgens mij is het ook allemaal wel semi-betaalbaar. Er zit niet echt iets bij wat echt absurd duur is. Dus dat is echt super chill weer. Want dan hoef je niet veel geld te betalen als je iets wilt wat ik vandaag laat zien. Ik heb vandaag ook echt heel veel nieuw. Want dingen zoals poeder, contour, wimpers, sponsjes. Die haal ik altijd eigenlijk niet vaak nieuw. Die sla ik altijd over. Maar in de video van vandaag heb ik zelfs die producten nieuw. Dus ik ben echt super benieuwd naar alle make-up. En ja, ik hou van nieuwe make-up. Dus vandaag is het weer een first impressions. Een eerste indruk van alle make-up. Dus ben jij net zo benieuwd als ik? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga weer eerst beginnen met de ogen. En een van de dingen waar ik het meest enthousiast over ben is dit oogschaduw paletje. Van LA Girl heb ik hier de Pro Palette. Ze hebben een aantal Pro paletjes uitgebracht. Iets van 4 of zo. Deze is echt super mooi. En deze sprak mij het meeste aan. Die heb ik besteld bij Bougie Shop. Even kijken, want ze hebben ook allemaal een individuele naam. Maar ik zie volgens mij de naam er niet echt op staan. Dus. Maar goed, ik heb in ieder geval deze. Deze sprak mij het meeste aan. Omdat het gewoon echt een ideaal everyday, maar ook heftig paletje kan zijn. Je hebt echt allemaal matte en glanzende kleuren hierin. Je hebt allemaal matte kleuren voor in je transitie. Je hebt hier een lichte glanzende kleur voor in je binnenste ooghoek. Je hebt zwart, al ziet die zwarte er niet echt veel belovend uit, want hij is een beetje grijsachtig. Je hebt hier wat fellere kleuren en hier de meer naturel kleuren. Dus er zit letterlijk genoeg in voor echt een full face. Alsof je hiermee een full face kunt doen. Ik bedoel, je hebt hierin echt genoeg voor echt een full ooglook. En je kunt ook echt wel een aantal looks maken. Want je hebt blauw, je hebt groen, oranje, neutrale kleuren. Hier heb je een beetje roze. Hier heb je een beetje een witte grijze kleur. Dus dit paletje sprak mij echt het meest aan. Ik heb ook de glanzende kleuren al geswatcht toen ik het paletje binnenkreeg. En ik moet zeggen, ik was echt impressed met de swatches. Kijk dit even. Wauw. Ik zal ook even een matte doen. Kijk hoe mooi ze allemaal swatchen. Ik dacht echt, oh mijn god, ik heb deze oranje een beetje kapot gemaakt. Ik dacht echt wauw toen ik dit zag. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik hoop ook dat die echt wauw gaat zijn op mijn gezicht, want daar gaat het om. Dus we gaan snel gewoon beginnen. We gaan weer inzoomen op de ogen. Ik ga zoals altijd weer eerst beginnen met primen en ik gebruik weer mijn MAC Soft Ochre. De look waar ik vandaag voor ga is best wel normaal, een beetje bruin, normale kleuren hier. Maar dan wil ik ze onder blauw gaan doen. Dus ik ga beginnen met de neutrale kleuren. Ze hebben wel allemaal een naam, alleen het staat op de achterkant. Dat vind ik altijd wel een beetje annoying, maar oké. En ik ga beginnen met de matte kleur hier, die heet Finesse. Oh, al mijn kwasten zijn weer gewassen, jongens. Oeh, het is echt super poederig. Kijk dit. Ik ben er echt gelijk 1 keer in gegaan, maar whatever. Ik ga die kleur aanbrengen in mijn hele arcaarboog. Dan ga ik in met de kleur ernaast, die heet Brilliance. En ook die is super poeierig, oh my god. Met een iets kleinere fluffy kwast breng ik die ook aan in mijn arcaarboog. Normaal wanneer ik een paletje of zo test, ik bekijk dan geen andere video's over het paletje, omdat dat toch altijd een beetje mijn mening verandert ofzo. Toevallig heb ik dus gisteren een video gezien over dit paletje. Dat doe ik dus normaal echt nooit, maar nou is het gewoon een beetje zo gegaan. En zij vond de matte kleuren in dit paletje helemaal niks. En ze vond de glanzende kleuren echt prachtig. De matte kleuren die blenden gewoon heel slecht bij haar. Dus ik had ook nou in mijn hoofd van oké, ik ga een beetje extra op de matte kleuren letten. Maar ik moet zeggen, ze blenden bij mij gewoon echt prima. Niet echt heel super makkelijk. Ik zie een beetje wat ze bedoelt. Ze zijn een beetje stroefjes. Maar bij haar was het gewoon echt een mes. Ze blenden gewoon helemaal niet goed. Maar terwijl ik ze nou aan het blenden ben, ik vind ze niet heel slecht. Ze blenden gewoon mooi mee. Dan pak ik de lichte kleur hier. Die heet Savi. En dan met mijn grote fluffykwast ga ik met die kleur een beetje zo over de randen. Om het een beetje extra te blenden. En dan wordt het een beetje extra smoky. Ik ga ook voor de zwarte matte kleur hier beneden. Die heet Sleek. Van die zwarte kleur pak ik wel echt maar een heel klein beetje met een kleine fluffy kwast. En die breng ik dan ook nog een beetje zo hier aan in de hoek. Ik denk dat ik ga voor de kleur hier. Die heet Virtuose of zoiets. Ik maak mijn kwast weer nat met MAC Fix Plus. Dat doe ik altijd. En die kleur breng ik aan op mijn ooglid. Oh wauw, kijk hoe mooi. De glanzende kleur die swatchte ook echt prachtig. Dus ik had niet anders verwacht. Ik ga ook even aanbrengen met mijn vinger.
Ja, dat brengt ook echt prachtig aan, jongens. Oh, wauw. Amazing. Zoals je kunt zien heb ik hier in de hoek niks gedaan, want daar wil ik deze witte glanzende kleur aanbrengen en die heet Expressive. Dan pak ik weer een beetje van die zwarte matte kleur en dan blend ik het weer hierin in de hoek. Oké, dat is dan klaar. De kleuren zijn prachtig. Het enige wat ik echt minder vind is de matte kleuren zijn super poederig. Echt meer dan bij andere paletjes. En de glanzende kleuren, kijk dit, super veel fallout bij allebei de kleuren. Ook in het paletje, ze zijn best wel korrelig. En dat vind ik ook iets minder, kijk, ze vallen echt helemaal overal. Vooral deze witte hier. Dus het valt echt letterlijk overal. Dus dat vind ik wel echt minder, want ik heb geen zin om de hele tijd alles te moeten opruimen. Hier, kijk, mijn phone zit ook gewoon helemaal onder. Dat is wel lichtelijk annoying, maar ik ben echt heel blij met de look. Het was heel makkelijk en super mooi. Als mascara heb ik er hier eentje van UNG Cosmetics. Dit is een brand gewoon die hier zit in Amsterdam. En ik heb al een aantal producten van hun en ik ben er echt happy mee. Vooral hun Baked Blush. Die is echt super mooi en dit is hun 4D Miracle Mascara. Dus deze ga ik proberen. Dit is hoe die eruit ziet. Maar ik heb echt bijna geen wimpers. Oeh, ik vind hem fijn. Hij pakt ze echt zo goed vast. Kijk, ik kijk wel eventjes zo. Hij pakt ze echt goed vast en hij trekt ze helemaal zo naar boven. I like it. Ik heb ook nieuwe wimpers. Deze zijn allebei van Morphe. Dit zijn ze dan allebei. De ene is iets meer heftig en de andere is iets meer wispy. Super mooi. Dus deze heb ik allebei bij hun besteld, want ze hadden sale. Ik denk dat ik ga voor de meer wispy. Deze en die heette Irresistible. Irresistible bedoel ik, zoiets. En die andere heet Glambassador. Dus die zijn echt meer vol en meer heftig. Maar ik ga vandaag voor iets meer wispy. Dus ik ga ze opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Ik ga natuurlijk weer eerst beginnen met het primen van mijn gezicht. Van Elf heb ik hier de Putty Primer. Putty Primer of hoe je het ook zegt. Deze schijnt super goed te zijn. Is ook lekker goedkoop. Dus deze wil ik gaan proberen. Dit is de verpakking. En dit is hem dan. Gewoon zo licht roze-achtig. Deze ga ik gewoon zo aanbrengen hier bij mijn poriën. Zo, ik zie echt wel een beetje verschil. Ze worden echt een beetje zo geblurred. Ondanks de hype en ondanks dat iedereen al heeft gezegd dat hij echt geweldig is, was ik toch nog een beetje... Maar het heeft gewoon echt nut. Ik hoop dat je het een beetje goed kunt zien. Het is hier nou echt helemaal geblurred. Oh, er is hier een haartje. Nou, dat is dan helemaal top. We gaan er verder met Fond du Teint. En ik heb hier van NYX de Born to Glow. Ik heb de kleur echt online gegokt, maar toen ik hem binnenkreeg, hij leek best wel... licht. Ik heb de kleur Medium Olive. Ze hebben ook een Born to Glow Concealer. Die heb ik ook al in een video geprobeerd. En die was gewoon prima. Dus ik hoop deze ook. En het is dus echt glow. Dus het is een hele glowy iets. En ik ga het aanbrengen met ook nieuw mijn NYX Beauty Blender. Of ja, Beauty Blender. Gewoon make-up spons. Dus ik ben benieuwd wat ik hiervan ga vinden. Hij is gewoon zo helemaal zwart. En hij is zo hier zo schuin, zoals je kunt zien. Dus ik ga die even snel nat maken. Moet ik weer helemaal naar beneden? Oeh, hij is echt helemaal zo groot geworden en super zacht. I like it. Ik denk dat de kleur nog net kan. Wauw, deze blender is echt super fijn. Oh my god. Wauw mensen, ik ben zo impressed met de spons. Wauw, dit is echt een feest. Deze ga ik echt vandaag gebruiken, jongens. I love it. Hij is echt super zacht, maar niet te zacht. Gewoon perfect zacht. En hij brengt super fijn aan. I love it. Oh my god, deze NYX Born to Glow. Ik ben ook... Hij valt gewoon uit mijn hand. Mensen, ik ben zo enthousiast dat alles hier allemaal wegvliegt. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Kijk hoe mooi die is. Hij heeft wel echt een glans. Obvious Born to Glow. Dus als je daar niet van houdt, als je echt houdt van mat, dan zou ik hem vooral niet halen. Hij dekt mooi. De glans is ook niet too much. Dat wil ik ook weer niet. Dat mijn hele gezicht glanst. Het is gewoon zo perfect glanzend. De kleur matcht in principe ook gewoon goed. Ja, hij is een tikkie te licht, maar het valt echt niet op. Vooral in het echt valt het echt niet op. Ik ben echt helemaal impressed. Oh, I love it. Wauw. Dan heb ik ook een nieuwe concealer, de Super Stay Concealer. Dus deze wil ik ook gaan proberen. Deze heb ik in een winkel gehaald in Spanje. Ik heb hem in de kleur 18, Light Medium. En ik hoop dat de kleur gaat matchen met mij.
Hij brengt een beetje licht aan. Ik ga hem ook weer inblenden met mijn fantastische NYX spons. Oké, jongens, ik vind hem niet zo. Hij dekt niet echt heel mooi. Hij ligt ook een beetje vreemd op de huid. Ik ga een beetje iets meer aanbrengen. Even zien of dat lukt. Nee, hij ligt heel vettig op de huid. Dat is niet heel mooi. Hij maakt ook niet heel mooi smooth. En hij dekt ook niet echt heel goed. Dus vergeleken met alle concealers die ik al heb, duur en goedkoop, past hij er niet echt bij. Ik heb ook een nieuwe losse poeder van Morphe. De Bake & Set poeder. Ik bestel by the way gewoon altijd op hun site. Ze hebben gewoon een EU website, dus dan hoef je geen douane te betalen. Nee, wat ik nou een beetje anders heb gedaan is de kleur, want dit is de kleur Brightening Pink. Dus het is roze. Mijn ondertoon is geel, absoluut niet roze, dus ik haal nooit roze. Maar ik dacht, ik ga het gewoon nou één keertje doen, want deze schijnen altijd heel erg te verlichten hieronder. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Misschien is het wel echt super mooi. En ik hoop gewoon dat hij gewoon mooi verlicht en het niet allemaal iets te rozig maakt. Oeh, de kleur is wel echt heel roze. Hij leek echt te verlichten toen ik het erop had gedaan, maar nu ik het er allemaal af heb gehaald. Het maakt wel mooi mat, maar het heeft niet echt per se verlicht of zo. Het is meer gewoon een translucent poederachtig iets. Ik ga even weer een foto maken met flits om te zien of er flashback is. Oké, mensen, er is iets aan de hand met mijn flits. Hij wil het gewoon niet doen met flits. Kijk, ik heb flits aanstaan, maar wanneer ik dan een foto maak, komt er geen flits. Dus, maar ja, zonder flits is er in ieder geval sowieso geen flashback. Dus ja, ik weet niet wat er aan de hand is met mijn phone die ik net nieuw heb, maar oké. Van de Too Glass collectie heb ik hier de My Contour Palette. Dit is dus een heel contour paletje. Op de achterkant staat die. En dit is dan het paletje, gewoon lekker zwart. En dit is de inhoud. Je hebt dus een heleboel contourkleuren, wat lichte kleuren. En ook hier ook een peachy kleur. Dat heb je ook niet heel vaak. Dus ik ben heel benieuwd naar dit paletje. Ik heb best wel hoge verwachtingen, want het ziet er echt prachtig uit. Ik ga contouren met de kleur hier. De kleur die ik nou heb gebruikt is een beetje warm. Je kunt ook hier zien, het is best wel oranje. Dat is niet echt ideaal voor een contourkleur. Maar de andere kleuren zijn weer of te licht en die twee zijn weer iets te donker. Dus dat is ook weer niet handig. Oké, dat is helemaal geblend. Ik breng ook altijd een pressed poeder aan hier zo om het te verlichten. Dat ga ik ook doen met een van de kleuren hier in het paletje. Ik denk dat ik gewoon ga voor de lichtste kleur hier. Want die matcht een beetje met de losse poeder die ik heb gebruikt. Nou, die kleur is top. Die verlicht echt heel erg mooi, zoals je kunt zien. Ik denk dat je de matte kleur hier ook als blush kunt gebruiken. Dat is wel mooi, denk ik. En dan even een beetje MAC Fix Plus weer. Oké, ik was al verder gegaan, maar de camera stond niet aan. Ik heb een nude kleurtje gedaan in mijn waterlijn. Ik heb hiervoor mijn Benefit Eye Pencil gebruikt. En nu ga ik beginnen met de oogschaduw. En ik breng hier op mijn onderste wimperrand de zwarte kleur aan en de twee bruine kleuren. Oh mijn god! Ik was helemaal vergeten dat ik een van de blauwe kleuren hieronder wilde doen. Ik wilde helemaal geen bruin onder doen. Wat doe ik? Ik ga het gewoon weghalen. Ik ga dus ook een blauwe kleur aanbrengen in mijn waterlijn. Ik heb hier ook van LA Girl de eye pencil in de kleur Cobalt. En dan ga ik in met allebei de blauwe glanzende kleuren. Die heten Sheaf en Graceful. En die ga ik allebei aanbrengen op de onderste wimperrand. Oeh, I love it. Nou, gelukkig heb ik er nog net op tijd aan gedacht om die blauw aan te brengen. Oh my god, was ik het toch gewoon bijna vergeten. Ik ga ook mijn blauwe Colourpop mascara gebruiken om aan te brengen op de onderste wimpers. Deze is niet nieuw. I love the ooglook. Ik vind het echt super leuk. Ook zo met het blauw onder. I love it. Nou ga ik mijn gezicht bronzen. Ik heb hier een brand die ik nog helemaal niet ken. Maar ik had het gezien online bij de Too Glass website. Dit is Benecos of zoiets. Ik ken echt de hele brand niet. Maar alles bij hun is super goedkoop. En dit is een bronzing duo. En ik heb in de kleur Ibiza Night. En je hebt dus zo'n bronzy kleur, maar ook een beetje een blush-achtige roze kleur. En het is gewoon mat. Deze ga ik aanbrengen als bronzer. En ik ga er echt gewoon zo helemaal in.
Nou, niet verwacht, maar ik vind hem best wel fijn. Ik ben dus hier vooral met de bruine ingegaan. Maar hier, waar ook normaal blush zit, ben ik ook ingegaan met de blushachtige kleur ernaast. En het heeft gewoon echt nut. Nou is het echt gewoon een beetje alsof ik al een blushje op heb. I like it. Het blendt ook fijn. De kleur is net oké. Hij is een tikje te licht weer, maar het kan er gewoon mee door. Maar ik heb ook een blush en highlighter paletje. Ook van de Douglas collectie, de Pretty Cheeks. En dit is dan het hele paletje. Kijk, al deze prachtige kleuren. Normaal ben ik niet echt van de blush paletjes en zo, omdat er dan altijd heel veel kleuren in zitten die ik gewoon niet kan gebruiken. Maar toen ik dus dit paletje zag en de kleuren zag, ik dacht echt, ik kan gewoon letterlijk elke kleur gebruiken in dit paletje. Dus dit is voor mijn huidskleur gewoon ideaal, want elke kleur die hierin zit, kan ik gewoon gebruiken. En dat vind ik echt toppie. Als blush ga ik voor de matte beetje peachy kleur. Die heet Peach Mania. Oh, by the way, van de drie blushes is deze hier die glanst. De andere twee zijn mat. Oeh, die blush is heel mooi. I like it. Dan ga ik ook in met de glanzende kleur hier in het midden. Die heet Heartbreak. Oh, wauw. Heel mooi dit. Wauw, dit is echt prachtig. Kijk hoe heftig. Ik ben echt impressed met dit paletje. En dan pak ik de kleur Stay Golden. En dat is ook een mooie bronzig glanzende kleur. En die breng ik dan een beetje zo hier aan bij de bronzer. Dan ga ik weer in met de glanzende kleur hier in het midden Heartbreak. En die breng ik dan ook zo aan hier in mijn binnenste ooghoek. En die kleur gaat ook op mijn neus. Ik doe hier een puntje. Dan hier ook een beetje. En dan blend ik het een beetje naar beneden uit met mijn vinger. Prachtig paletje. De kleur hier is denk ik ook wel mooi. Die is iets meer pinky, iets meer paarsachtig. Kijk, dit is die kleur. Op een hele lichte huid is zo'n kleur echt prachtig. Oh mijn god, ik vind dit paletje echt geweldig. I like it. Oké, dan nog de lippen van Technique Cosmetics. Heb ik hier twee lipkits. Die heb ik van hun gehad. In twee mooie kleuren. Een beetje meer oranje en iets meer roze. De oranje heet Tulip. En de andere die heet Peony, zoiets. En het is dus echt een lipkit. Dus je hebt een lippotlood en een lipstick. Dit is een glossy lipstick. Gloss lip color. Daar ben ik wel blij mee, want ik hou van glossy. Nou mensen, dit zijn dan de twee lipkits. De ene is toch iets meer koraalachtig. En de andere is echt zo rozig, lichtroze. Allebei heel mooi. Ik ben nou toch aan het twijfelen met welke kleur zou matchen. Ik vind ze allebei niet echt geweldig voor met de ooglook. Ik denk toch dat ik ga voor de lichtroze. Oké, ik heb niks nieuws qua fixing spray, dus ik gebruik mijn Pixie Fixing Mist en dan zijn we klaar. Nou, ik ben eindelijk klaar. Deze video heeft echt super lang geduurd, omdat ik zoveel nieuws had. Ik ben weer blij met de look. Ik vind het heel mooi. Ik ben ook blij met mijn gezicht. Ik ben blij met de ogen. I love it. Ondanks dat er een paar dingen bij zitten die ik niet per se ga aanraden, ben ik toch wel blij dat het de meeste goed was. En ik ben echt impressed met een aantal producten. Ik ga gewoon beginnen met wat hier voor mij ligt. De Benecos bronzer. Deze vind ik echt top, super goedkoop. Was echt iets van 5 euro of zo. Ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Heel erg mooi. Hij bronst mooi. Ik vind ook die blushkleur erbij mooi voor een blush. Dan kun je gewoon snel doen. En je hoeft niet nog helemaal apart een blush te hebben. Dus deze vind ik heel erg fijn en mooi mat. Dit Douglas paletje, Pretty Cheeks. Wauw. Paletjes. Ik ben nooit echt helemaal onder de indruk van blush paletjes en zo. Maar deze, de blushes zijn prachtig. De glow is prachtig. I love it. Echt een geweldig paletje. Ook handig voor op reis. Super mooi. De Elf Body Primer. Ook heel erg mooi. Ik zag echt verschil hier. En ook zo goedkoop dat ik het ook niet helemaal had verwacht. Maar het heeft hier echt gebleurd. Dus dit ding had echt nut. Technique Lip Kits. Ook heel erg mooi. De kleur is mooi. Hij is ook niet heel plakkerig. Het is een gloss. Maar wel dus echt een gloss met echt veel pigment. Er komt echt kleur vanaf. De kleur die ik nou op heb is iets te licht voor mij. Ik zou het eerder matchen met een lippotloodje die iets donkerder is. Maar voor nou, het kan gewoon, het is mooi. I like it. De URG Cosmetics mascara vond ik ook heel erg fijn. De wimpers, ja, ook echt heel mooi. Ik had wel gewild dat ze iets meer omhoog krulden, maar whatever, ik vind ze wel mooi. Deze NYX spons,
Ik weet niet eens meer wat ik erover moet zeggen. I'm mind blown. Hij is geweldig. Hij is lekker zacht. Hij is groot. Hij brengt alles fijn aan. Hij is gewoon ideaal voor alles. Dus deze raad ik echt zeker aan. Deze moet echt gewoon iedereen gelijk bestellen. De NYX Born to Glow. Ook fantastisch. Super mooi. Hij dekt heel erg mooi. Het is niet echt een volledige dekking. Dat niet. Maar hij dekt echt genoeg. Hij is mooi glowy. Niet too much. Hij brengt fijn aan. Hij is betaalbaar. I like it. En de LA Girl Pro palet vind ik ook mooi. De kleuren zijn prachtig. Het blenden ook gewoon mooi. Het enige wat ik wel echt minder vind, is dat de kleuren zo poederig zijn. Alles flikkerde gewoon op mijn kleding. Hier op alles. Ik heb dat wel vaker gezien bij paletjes. En ik vind het nooit echt een hele big issue. Maar met dit paletje was het wel echt extreem. Dus ja, daar zou ik dan wel mee opletten. Maar hij bracht gewoon fijn aan. De kleuren zijn heel erg gepigmenteerd. I like it. De producten die ik iets minder vond is de concealer. De concealer ga ik niet meer gebruiken. Ik vind hem gewoon niet zo mooi. Het contourpaletje. De kleuren zijn gewoon niet echt heel erg handig. Alle vier de contourkleuren zijn niet ideaal voor mijn huidskleur. Ik vond de pressed poeder, de lichte hier, vond ik wel heel mooi voor hieronder. Maar het is een contourpaletje. En als ik dan de contourkleuren niet kan gebruiken, ja, is het niet echt heel erg handig voor mij. Ook blenden die een beetje stroef hier zo. Het was niet echt... mijn NYX paletje is beter. En mijn losse poeder. Ik moet wel zeggen, ik vind hem niet super slecht. Het is niet dat ik echt iets had van... Oh mijn god, wat een super slechte poeder. Het is gewoon dat hij gewoon net niet goed genoeg presteert als dat ik gewend ben van bijvoorbeeld mijn Huda Beauty poeder en een aantal andere poeders die ik heb. Hij dekt niet echt heel erg. Hij verlicht ook niet super veel. Ik ben hier nou vooral verlicht door die pressed poeder in het contourpaletje. En hij was ook niet heel smooth. Het was hier een beetje droog, dus deze poeder zou ik ook niet echt meer gebruiken. Dat was het dan jongens. Dat waren alle producten en wat ik ervan vind. Ik ben heel blij met de look. Let me know wat je ervan vindt en wat je van alle producten vindt. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!